De Dag van de Mantelzorg is voor alle mantelzorgers in de regio Amsteland en Meerlanden. We organiseren voor de hele regio van 4 november tot en met 10 november allerlei activiteiten. En dat zijn allerlei verschillende dingen, voor elk wat wils zou ik zeggen. Er staan concerten op het programma, er zijn verschillende workshops. Denk aan een workshop mijn taart decoreren, maar ook een workshop bloemschikken. Is een workshop haken, zelfs dit jaar voor het eerst in het programma. En we hebben ook golflessen op het programma staan. En daarnaast zijn er allerlei rondleidingen, bijvoorbeeld in het Cobra Museum, maar ook in het Ajax Stadion. Waarom deze dag van de mantelzorger? Mantelzorgers zorgen voor iemand langdurig en vaak al heel lang. En het is de bedoeling om de mantelzorgers op 10 november even in het zonnetje te zetten. Nu is 10 november één dag, dat is wat kort. En daarom hebben we besloten om de hele week voorafgaande aan 10 november allerlei activiteiten te organiseren voor mantelzorgers. Om hen even niet te laten zorgen. Er wordt bijvoorbeeld ook geregeld dat mocht je iemand hebben waar je niet van weg kan, dat daar dan tijdelijke vrijwilliger bij is. Hoe kan een mantelzorger zich hiervoor opgeven? Dat kan door een mailtje te sturen naar mantelzorg@mantelzorgsteunpunt.nl. U kunt ook op de website kijken mantelzorg-steunpunt.nl voor het programma. Of u kunt bellen naar 0900 1866.